Goedenavond. Er komt dus strenger toezicht op Iraanse studenten en wetenschappers aan de Nederlandse universiteiten. De veiligheidsdiensten moeten ze beter gaan screenen, vindt het kabinet. Aanleiding is, volgens bronnen, een Iraanse student die hier kennis opdoet over het maken en lanceren van raketten. Het kabinet is bang dat die informatie mogelijk in verkeerde handen valt. Hoe je ze maakt en afschiet, leer je op de Technische Universiteit in Delft. Ze trekken veel buitenlandse studenten aan, ook uit Iran. Een van hen kwam in beeld bij de veiligheidsdiensten. Het kabinet is bang dat kennis weglekt naar Iran en in verkeerde handen komt. Daarom wordt het toezicht meteen aangescherpt op de groep. Op dit moment worden studenten en wetenschappers gescreend op banden met Noord-Korea. Dat kunnen studenten uit allerlei landen zijn. En zo stuiten we ook met enige regelmaat op studenten en wetenschappers uit Iran. Dat wierp dus de vraag op. Moeten we eigenlijk op Iran en mogelijk ook op andere landen niet even kritisch zijn? En die vraag heeft het kabinet met een volmondig ja beantwoord. Het raketprogramma van Iran is internationaal al langer een zorgenkind. Het is onduidelijk of er al informatie naar het land is gelekt. In het verleden is Nederland ook al eens pijnlijk verrast door spionage. Door Abdul Khan in de jaren 70, die Nederlandse atoomkennis verkocht aan dubieuze regimes. Dat er nu scherper wordt gelet op Iraanse studenten verbaast deskundigen niet, omdat hier veel kennis zit. Dan kun je denken aan technieken op het gebied van lanceren, het manoeuvreren door de lucht, het terugkomen van raketten in de atmosfeer, het navigeren naar een doelwit toe. Dat is allemaal kennis die je hier bij Nederlandse universiteiten kan leren. Er zitten tientallen Iraanse studenten in Nederland die een technische opleiding volgen. Maar zomaar weigeren kan Nederland ze niet. In het verleden is wel eens een Iraanse student de toegang ontzegd. Die is naar de rechter gestapt en heeft gelijk gekregen van de rechter. Die zei, er is geen juridische grondslag om jou tegen te houden. Dus je moet inderdaad een goede reden hebben om mensen te beoordelen en tegen te kunnen houden. Wij maken ons zoveel zorgen over de situatie in Iran dat we met onmiddellijke ingang studenten screenen. En dat zullen we altijd zeer zorgvuldig doen. En de student waar het over gaat zit op de Technische Universiteit Delft. En die universiteit laat in een reactie weten dat ze de gevoeligheid snappen. Ze kunnen niet op individuele gevallen ingaan, maar zeggen de regels van de overheid te volgen. Ondanks de draai van het kabinet in het